Het is 8:45 op een zomerse dag en ons team is net aan de slag gegaan na de ochtendbriefing. 'S Morgens moet er heel wat gebeuren. Alle dieren krijgen verse voeding, de verblijven worden schoongemaakt en ook medicatie en wondzorg staan op het programma. Op onze buitenzwembaden verblijven 2 jonge futen. Als enige Belgische kustcentrum staan we bekend als expertisecentrum voor de revalidatie van water- en zeevogels. Regelmatig verblijven dan ook specialere soorten zoals Jan van Genten, zeekoeten en Noorse stormvogels op onze zwembaden. Aan een succesvolle vrijlating van een water- of zeevogel gaat een complex proces vooraf. Eerst wordt de vogel minstens 48 uur gestabiliseerd. Daarna kan de vogel gewassen en gedroogd worden en dient volgens een strikt te volgen protocol de waterdichtheid van het verenpak opgebouwd te worden. Eenmaal de patiënt 48 uur op het water doorbrengt, een goed gewicht heeft en hij de ideale bloedwaarden heeft, is hij klaar voor vrijlating. Ook heel wat jonge kleine mantel- en zilvermeeuwen vinden elk jaar de weg naar ons opvangcentrum. Vaak zijn ze in goede lichamelijke conditie, maar gewoon nog te jong om zelfstandig eten te vinden. En een kop van 108. Elke zomer opnieuw staat ons de drukste periode van het jaar te wachten. Duizenden jonge vogels en zoogdieren raken te vroeg hun ouders kwijt en komen bij ons terecht. Enkele dagen per jaar komen de medewerkers van het Instituut voor Natuur- en Boswetenschappen langs om onze honderden jonge meeuwen te ringen en te wegen. De kop, snavel en vleugel worden opgemeten, ze worden gewogen en ze krijgen 2 ringen om. Een metalen wetenschappelijke ring en een plastic kleurring. Zo kunnen ze de rest van hun leven opgevolgd worden. Rekening houdend met het vliegvermogen en het gewicht van de jonge meeuw in kwestie en afhankelijk van de weersomstandigheden en de getijden, wordt beslist of ze meteen vrijgelaten worden of nog even moeten blijven. Het is en blijft een ongelooflijk mooi zicht om ze zo te zien opstijgen en wegzweven op de wind. Een leven in vrijheid tegemoet. Opvang Vogels en Wilde Dieren, goedemiddag met Sarah. Dag mevrouw, u spreekt hier met Lieve. Ik heb deze morgen een gewonde huismus gevonden. Kan ik deze bij jullie binnenbrengen, alstublieft? Tijdens de zomerdrukte komen er dagelijks tientallen telefoons binnen bij het onthaal van ons opvangcentrum. Een team van vaste en vrijwillige onthaalmedewerkers staat in voor advies en het inschrijven van de honderden dieren in nood die wekelijks binnengebracht worden. Daarna is het tijd voor een eerste check-up door ons team dierenverzorgers. Ze worden gewogen, gecontroleerd op eventuele breuken en kwetsuren en ze krijgen een unieke interne ring om de poot. Zoogdieren worden indien nodig gekleurmerkt. Op de patiëntenfiche wordt alles tijdens het verblijf van de patiënt nauwkeurig bijgehouden. En zo wordt de evolutie van het dier opgevolgd. Na de intake krijgt de patiënt een plekje in een van de behandelkamers of verhuist hij, indien dat kan, meteen naar een buitenvolière.
voorbije zomer was opnieuw de drukste ooit, met bijna 1000 dieren in juni, meer dan 1000 in juli en bijna 900 in augustus. 3 maanden lang gaven we alles om met ons topteam van vrijwilligers en vaste medewerkers de best mogelijke zorgen te bieden aan deze dieren in nood.